uitgenodigd hier om de gieting van de Do-klok te komen bijwonen. Het is een grote klok, de ene grootste klok die wij voor de kerk in Lommel gaan gieten, in opdracht van de stad Lommel. Onze opdracht luidt een bijaard vervaardigen en installeren in de toren van Lommel. Het moet niet de grootste bijaard worden, maar het moet de mooiste bijaard worden. En daar zijn we druk mee bezig. Ik zal u zo meteen even door het bedrijf leiden om u te vertellen hoe dat gietproces, hoe het vervaardigen van een klok nu eigenlijk in elkaar zit, hoe dat werkt. U zult dat niet allemaal weten. Het is ook iets dagelijks voor u natuurlijk. Voor ons wel, daarentegen. Lommel is voor ons een bijzonder project, omdat het gebeurt niet meer iedere dag dat er een opdracht komt voor een hele nieuwe bijaard. Er is een groot aantal bijaarden in Nederland en België, maar de laatste jaren is het toch eigenlijk heel slap met de opdrachten. En we zijn dan ook heel blij om die uitdaging aan te gaan om een prachtige bijaard voor Lommel te mogen gieten. In de toren staat een constructie, een klavier dus, een mechaniek met draden, klokken met klepels daarin. En als ik op de toets sla, dan trek ik een klepel tegen de klok aan. Op de achtergrond hoort u een bijaardmuziek. Nou, de hele mechaniek wordt ook hier gemaakt. We zijn daar nu mee bezig. De klokken zijn nagenoeg allemaal gegoten, met uitzondering van of 3 of 4 klokken. Dat wil nog niet zeggen dat ze klaar zijn, want nadat ze gegoten zijn, moeten ze nabewerkt worden. En vervolgens worden ze gestemd. Thank you.
uur heet ik u dan ook van harte welkom hier op het Kerkplein, waar u zal kunnen genieten van een bijzonder feest. Omdat wij, naast het bruidspaar dat zo dadelijk de kerk zal verlaten, ook alle bruidsparen die in 2000 het jawoord gaven en alle echtgenoten die dit jaar hun 25, 50 of 60-jarig huwelijksjubileum vierden, nog eens willen laten genieten van dat dierbare moment, zal Noël Reinders voor het eerst in de Lommelse geschiedenis de bruiloftsmars spelen op onze Bijaard. Wij danken de wilde schenker. Wij danken eveneens de heer en mevrouw Verkamme Rougeau, de heer en mevrouw Stanislas Emses, de heer Jan Adel, de heer Hendrik Teunissen, SCR Sivelco ND, KBC Bank en Verzekeringen, Schillebeeks NV, Polypreen België NV, Lommelse Ondernemingsclub en de Kerkfabriek Sint-Pietersbande. Dames en heren, de geschiedschrijving over onze stad zal berichten dat in het jaar 2000 een bijaard werd geïnstalleerd in de toren van de kerk van Sint-Pietersbande. Er zal ongetwijfeld vermeld worden dat deze bijaardklokken niet de eerste klokken waren die luiden over Lommel. In 1381 werd op deze plaats immers een toren gebouwd, zo luidt een oorkonde van hertogin Johanna van Brabant. Aan de burgers van Lommel werd toen toegestaan een walpoort af te breken en die op een kerkplein als toren met klokken weer op te bouwen. Vandaag kijken we met grote fierheid naar de stoere toren, gebouwd omstreeks het einde van de 15e, het begin van de 16e eeuw, waarin vandaag, 5 eeuwen later, de 63 klokken, gegoten door de koninklijke ijsbouts uit Asten, werden gehangen. Onze stad bezit nu, samen met Peer en Leuven, een bijaard van 5 octaven. De tweede grootste van de 86 bijaarden die ons land telt. En het is een moderne bijaard.